20 euro staat geboden. 25 euro. Ja, zoek hem lekker uit. 25 euro. 25 euro. 30 euro. 35 euro. Kom maar, kom maar, kom maar. 40 euro. 40. 45. 45. 45 eenmaal. Ja, dat wacht. Wat? Oh, 50. 50 euro. 50 euro is daar geboden. 50 euro. Eenmaal. 50 euro. Andermaal. Verkocht. Ja. Het bestaat nog. Het kopen poetsen. 2 à 3 euro. Zoek alles even bij elkaar. Zet het op een hand. Mevrouw Ralf Boeren komt bij u langs en die poetsen daar al blinkend. 10 euro. Daar begin ik gewoon mee. Heeft iemand daar voor over? 10 euro. Zilver ook, ja, natuurlijk. Zilver of koper. Hetzelfde flesje Brasso volgens mij. 10 euro. Heeft iemand het er voor over? Anders gaat hij onder. 10 euro heeft iemand er voor over. Wij hebben koper. Het dopje van je jachtgeweer, helemaal aan het eind. Dat is een koperen dopje. 10 euro. Eenmaal. Andermaal, het kan zomaar goedkoop zijn. Hij is voor jou. Ja. Ja, en wie heeft er wel eens geen problemen met zijn computer? Wie heeft er wel eens niet last van een virus? Hij schaft niks aan, maar hij komt wel zichzelf aanbieden. Hij maakt alles weer heel. Camille. Eén dag komt hij alles bij u aansluiten. Netwerkjes aansluiten doe je ook, Camille. In huis en zo. Dat soort dingen. Moet zelf wel aanschaffen, maar hij sluit het allemaal aan. Heeft er iemand geld voor over? We beginnen met 20 euro. Dan komt hij alles voor u oplossen. Dat is geen geld, want als je er een bedrijf mee moet halen, 20 euro is geboden. 30 euro is geboden. Ook als je computer aanschaft bijvoorbeeld voor het eerst. Uitleg erbij ook nog, Camille? Ja, hele instructie. Ja, 25. Ja, 30, ja precies, 35, Hans. Hij is 35 voor jou. 35, 40 euro. 40, 45 euro, 50 euro. Maakt niet uit wat voor computer je hebt, een Apple of een Win, maakt helemaal niet uit. 45 euro, ik vraag het maar u. 45 euro is geboden. 45 euro, eenmaal. 60. 60. Ja, dan moet je de vingers in het midden maken. 65 euro. 65 euro. 65 euro. Hier bij Hans. 65. 1. 70. Hans, je hebt alleen een picknick set nog maar. 70 euro. Oh ja, en dat pak je. Ja, 70 euro. 70 euro. 70 euro, eenmaal. 70 euro, andermaal. 70 euro. 75 euro. Ik zit bijna verkocht. Sneller hoor. 75 euro. 75 euro eenmaal. 80. Dat is op tijd, hè? Dat zie ik tenminste goed. 80 euro. 80 euro. Mag ik ook roepen? Ja. Onverwacht. 85 euro. Ja, die zit er namens de kaartenbier. 85 euro. 85 euro. Eenmaal. Andermaal. 85 euro. Dokter Bovenberg, die helpt u wel. Wat hadden we dan voor kwastdienst voor? Nee, kan wel. Hey, volgens mij moet het allemaal kunnen, want in de samenbinding doen ze het ook. Ja, er staan ook advertenties in, dus laten we maar eens even verder gaan denken. Weet u nog meer?
Ja, nou, dan kunnen we aan de weg wel een groot bord zetten, zo van voor het brede of een smalle pad. Klinkers en asfalt heeft gebroeders de kraai meer dan zat. Ja, goed idee. En gewoon een lichtbord erop laten. Dat is lekker, lekker populair. Ja. Goed aan de weg en dan laten we gewoon langs scrollen. Een beetje meer tekst of zo. He, met wat leuke ideetjes. Een beetje rijm of zo. Nou, goed idee, ja. Maar zo'n bord is groot en dat kan natuurlijk aardig wat tekst op. Dus ik zat meer te denken aan... schijnt het licht nu stralend in uw huis en ziet u niets meer op uw buis? Laat Corrie dan een raammeting doen, schermen en afsluitingen voor weinig poen. Oh. Ja, ja, en wat ook kan, en dan snijdt het mes weer aan twee kanten. Onder deze kerk maken wij van uw feestje meer werk. Ga naar Anja en reserveer reuzegezellig fantastische sfeer. Kijk, ja, nou, begin lekker te lopen. Maar hebben we nog meer inspiratie om een beetje die kerkelijke termen te blijven? Als we toch met borden en shirt reclame of zo, kunnen we daar iets mee? Ja, maar bij wie had je dat dan gedacht? Bij de dominee of de koster of de organist? Ja, ik vind het niet erg. Voor mij mag het bij iedereen, als het maar verantwoord gaat. Dus bij Klaas Dirks op zijn toga. En dan moet het wel een zwarte zijn. Wat zwart is, moet zwart blijven. Ho, maar met een witte gaan we gelijk door. Dan beginnen we de dienst morgens met goeie mochel gemeente. Ja. Ja. Ja, dat moet bakken mijn geld opleveren. Ja. Nou, gelukkig is de bank beter dan een verre vriend. Die moeten we toch ook ergens op kunnen vermelden. Ja, dat denk ik wel. Collecte zakken in de kleuren blauw en oranje met het logootje van de Rabobank. Dat zit er wel. Nou heren, volgens mij hebben we door deze sponsoractie een groot deel van onze geldzorgen toch wel opgelost. Ja, absoluut. Ik denk dat we eruit zijn met vanavond, wat we op de opbrengst van de gemeenteveiling. En dan de bezuinigingen er nog bij. Wij zitten voor jaren gebuiteld volgens mij. Nou ja, de basis blijft er wel de vaste vrijwillige bijdrage, de VVB. Ja, wat mij betreft dopen we hem gewoon om in de vaste verplichte bijdrage. Blijf VVB. Ja. Nou, dan hoeven we het nooit meer te hebben over de tekorten die we hebben in de kerk. Juist, dat lijkt me wel. En daar was het ons om te doen. Precies, ja. Maar alle stokheid op een gekje. Mensen, uiteindelijk gaat het dus niet om het geld en om het goed. We hebben elkaar eigenlijk keihard nodig. En daarom, dus als slot... Heren, ja, we moeten gaan. We staan in de begeleiding. Prezes, gastvrouw, schriebaard, kerkenwerk, houdt ons mooi van de straat. Wie houdt hier de boel zo schoon en wie zorgt voor de naaste? Wie doet het licht uit, wie is toch de laatste? Heb je je ooit afgevraagd waarom en wie dat doet dan? Waarom je zondags zomaar naar de kerk kan? Niemand die hier op zijn strepen gaat staan. Aha. Toch wordt hier heel goed werk steeds gedaan. Ah, en daarom heft u het loflied mee aan. Vrijwilligers, vrijwilligers, want... Kees heeft het, oké.